Dag 4 van Nokian Navigate Noord, de start van de etappe. De dames van Club Klak, die gisteravond laat aankwamen na hun Russische grensavontuurtje, gingen als eerste van start. Daarna volgen de andere teams, met tussenpozen van 3 minuten. De mannen van Team Mayuna voeren nog even een spoedreparatie uit. Ja, de ruitenvloeistof loopt nog iets leeg, dus we moeten nog even een noodreparatie doen. Want we hebben onderweg niet meer. Ja, gelukkig is het wat droger weer en de wegen zijn wat minder vies als in Rusland en Polen. Dus we hebben iets minder ruitenvloeistof nodig. Maar leeglopen is ook natuurlijk een slecht idee. Ook de andere teams zijn er klaar voor. Nou, kiezen voor de snelste of de kortste, hè? Vandaag. Tijd, of lengte, of kilometers. Of een half uurtje slapen. Even een time-out. Nee, we gaan ervoor. Het is schitterend hier. De natuur is echt geweldig. We staan er klaar voor weer, hè? Dus ik weet niet, wij moeten om 8 uur 1 starten. Ik zie het wel dat het erg moeilijk is om een beetje bij de hoge, bij de eerste 10 te blijven met de punten. Ik val me een beetje tegen. Ik ben toch een beetje achteruit gezakt, hè? Dus we worden vandaag voet aan de bak. En zo start iedereen de witte wonderwereld in. Op weg naar het volgende coördinaat.